Inmiddels zijn we allemaal van de eerste emotie gekomen. Mensen, geloof me, dat ben ik gewoon bij ons allemaal. We zien hier nu het oranje tenten. En dat zijn tenten waar, als het binnen helemaal vol is, de mensen even op werden gevangen. Nadat ze weer plaats hebben. Hier zit je allemaal bussen staan. En die bussen die zijn voor de vluchtelingen naar de treinen te brengen. Hoe we net binnen waren, daar werden ze opgevangen. En als ze dan verder gaan, komen ze via hoe wij het route zijn gegaan, gaan ze de bus in en gaan ze naar de trein. En gaan ze verder door Polen of naar Duitsland of misschien wel naar Nederland. Ja. Hier komen weer allemaal vluchtelingen aan. Heel hebben en hooien wat ze nog met hebben kunnen nemen. Een rollator, een oud meurderke. Onvoorstelbaar wat ze Jezus. Kijk eens, onvoorstelbaar. Allemaal vluchtelingen. UA. Oekraïne. In Duitse bus zit je, hier staan Mengelskirchen. Ligt in de buurt van Keulen. En die komt hier als sponsoring, denk ik, want dat weet ik niet zeker, mensen naar de treinen brengen. Misschien komt je hier wel een bus vluchtelingen halen voor de opvang in Duitsland, dat weet ik niet. Maar één ding valt je hier wel op, het is gewoon heel goed georganiseerd. Hier zoest je geen chaos. Ja. Sorry dat ik heb Pools gezegd, omdat ik moet twee talen praten en soms is het moeilijk voor mij. Maar we hebben afgesproken die drie mensen die helpen voor ons direct naar die grenzen, Oekraïnse grenzen komen. Omdat normaal mensen mag niet komen en die mensen die helpen voor ons, die regels alles, wie maar direct naar die grenzen komen en eventjes kijken wat is daar op de grens. Dankjewel. Oké, dan gaan we dadelijk weer verder. We zijn even in afwachting van dat telefoontje of we mogen komen. Inmiddels lopen we weer naar binnen neer. Je zit hier allemaal veldbedjes staan en weer allemaal water zit je hier staan. En we lopen weer door. Kinderwagens. We gaan nu weer binnen hier. We gaan weer naar binnen, naar de andere kantje hier. Maar zoals je weet, mag ik binnen niet filmen. Want overal is beveiliging, overal stond soldaat. Het is gewoon heel goed strak georganiseerd. Inmiddels hebben wij een telefoon gekregen en dat we nu mogen komen naar de grens hier. En dat gaan we nu doen. We gaan... Het is ongeveer een 5 kilometer even af, dus tot zo.